Hallo, ik ben de Wester. Goed, hallo. Kom eens iets dichterbij, Davy, want Ik anders ben hoor je. Dikke Davy. Dat is dikke Davy en deze is Donna. Zo verhuisd, er gebeurt niks verkeerd. Wacht, ho. Dat is een vies bad, man. Oh, dit is gewoon een zonnetje, de Wester. Zo. En welkom terug bij de Sims 4 van mij, is een jaar geleden. Eigenlijk. Dus. Oei. En we zijn nog steeds aan het sparen. Hoor ik niks. De mest is. De mest is heuvel. Oh, biep! Oh, meeuw! Misschien moet je even slapen. Ik moet even weg. Ah oh, nee, daar ga je niet mee, dat wil niet een stomme. Oh. Ik heb zo'n hekel aan een stomme rotmonster. Wat is dit? Monster van de best vroeg. Psip, psip. Donna, eerst even in bubbelbad gaan. Vandaar ook mijn slaap anders. Peter is gezeten plant. Prima. Ga maar even eten. Een snelle maaltijd. Doe maar. Cornflakes, ja. Dat is niet goed. Zo, dat staat beter, maar dan heb ik hier zo'n domme muur. Maar goed. Wat is Valerie aan het doen? Okay. Wakker worden, kreng. Oeh, zegt ze. Snelle maaltijd. Zuur door een konijn. Waarom ligt hier nog? Boos, perfect. Vistakels. Vistakels. Stakels zijn echt lekker. Deze, die is heel duur. Nee. Kan je ze ook niet verkopen. Lala. Ratatatata, jetta. Wat heeft zij gespeeld? Zij heeft vis. Zij heeft regenboogkots. Ga ze weer heel blij eten. Ik heb een vork of een lepel. Even een lepel. Jipsy! Oeh, dat ziet er zo uit. Wow. Wow. Jipsy. Ja, we hebben zoveel 80. We moeten nog echt een hoop doorsparen. Maar Peter, die. Ik hoor dat Donna in slaap valt. Weer op hetzelfde plekje. Ja, dit hè, charisma-vaardigheid. Hoe doe je dat omhoog? Wat is charisma? Charisma, zoek dat eens op. Ja, ik ben naar daar gelopen. Nee, telefoon. Oh, ja, die zit daar. Om even water halen, dikke Peter. Je hebt grijs haar. Omdat hij een plant is en hij heeft geen water. Oh. Heb je nou geen water gehad omdat je kind naakt zit op het toilet? Oh, wat erg. Zijn eigen potje door je kind. Heb ik een handen was? Ja, hij moet niet meer naar de machine. Nee, maar. Is nou gewoon met water hier naartoe gaat zo. Peter. Nee, dat meen je niet. Zo, oh. Blijf dan buiten. Wat ga je doen? Ik ga daar zitten later. Ik neem je als kont aan. Een doekje. Wat wil hij dan? Wil hij naar de tv kijken of wil hij naar bed gaan? Ga naar bed, kring. Goed. Ja, kijk, die mixologie die kan ik gewoon makkelijk doen, maar charisma. Charisma. Oh. Je kunt charisma vaardigheid best verbeteren door gezellige dingen met andere sims te doen. In de spiegel te gebruiken om te spreken, te oefenen. Dan gaan we een beetje doelloos tegen onszelf praten zo meteen. Ja. Met wie gaat het beste? Met vallen. Ik ver. Ja. Zat dus even op de trap. Hmm.
Valerie is erg leuk, maar je moet even harder praten. Ja, nou, jij wou mijn kind aangleden. Kijk, dit is het result als ik dat doe. Kijk, hoppa, prima. En dit is het result als jij dat doet. Dit ding. Vallen potverdorie. Nee, dat was random. Toen zei je, oh ja, dat kwam van Lien. Ja, Valerie. Goed. Zeg maar, welke kring heeft de koelkast kapot gemaakt? Sorry hoor, maar in de Sims gaat het pas wel heel snel kapot. Door een kind die de deur dicht doet. Dus, het is zaterdag vandaag voor mij, of zondag? Ik weet niet wat is. Dinsdag. Dan moeten ze naar school. Een random muur. Wat waar? Dat is nog een kamer. Wat is dat nou weer voor kamer? En weet ik veel wat ik met die kamer moet. Mooi. Ja, die boom. Nee, je moet naar school. Een korte kring. Oh, daarna moet ik lassen. Oeh, klas, meid. Oh ja, ik had waar. Dit is geen wc-boom. Dit is geen wc-boom. Ik heb alleen rennen op mijn wacht. Ja, nee. De tv is ook al kapot. Oh. Ja, maar Donna is de reparateur. Met bips. Ja, ze zit een beetje aan de... Ja, ze zit gewoon een beetje naar konijn te vrommelen. Zo. Wow. Ja. Zo. Leg het gewoon neer, dan zit er ineens random in de zak. Hoe is het met Peter? Goed hoor. Goed hoor, Peter. Als je onderdeeltjes eruit halen, kan je dan dingen verbeteren. Oh, nee. Zo. Nou, dit ding gewoon verbeteren. Versterkte deur. Versterkte. Oh, was het? Ze doet het nog maar net als die deur, pakt de schroef daar en ik hoor... Hé? Man, ze maakt ze doet dat. Zo, dan heb je die deur net verbeterd, maar je slaat hem zo elkaar dicht. BLT. Hou eens op met die deur dicht staan, man. Daar werkt. Ja. Echt waar? Toch hoor. Mama gaat werken. Was Peter dan nog alleen? Dikke Peter net slapen. Dikke Peter wordt nu wakker. Wat ga je goed met Dikke Peter? Hij is weer grijs. Rennen naar buiten! Snel! Water! Snel! Hoor je vanzelf weer braaf of groen? Deze durpige sim die ik ooit heb gemaakt. Oh. Ja, daar staat een bedorven glaasje water, Peter. Dus ik zal het even opruimen. Ja, kijk maar. Kijk, stinkend water. Hallo, Summer. Hoe ondiep zwembad heb jij? Dat is geen zwembad, dat is een rennen poeltje. Had ik net zo goed. Huppa. Nou. Die gebruik ik ook niet, Boom. Bipvis gaan we niet verkopen hoor. Dikke bipvis, wie is dit? Lana. Tete. Goed, maar ik moet gezellig met andere dingen. Lana, tete. Tete. Ik moet gezellig doen met een andere sim of in de spiegel praten. Nou, je spiegel praten. Ah, is meer. Oh, ik val van het dak af. Ja, ben je. Ja, kijk eens. Dat ik deze zelf aan praten. Oh, hij doet. Lino. Maak daar nog maar eens even snel de bas van, want op een duur. Rob, Polonide, Lord. Thank you. Two-way Wagla, Lino, Chikarp. Numiv, Galleon, Pope, Papen,
Dikke buik. Nee, Peter gaat niet naar de sportschool. Dag hoor, Roos. Oh. Sorry, ik zit echt niet op de rest letten. Ga naar de wc-kring. Dan ga je... even eten, chips. Doe maar. Dan ga je slapen. Zo, hebben we Valerie gehad. Roos, jij gaat... Peter is even beter. Eerst even, ja... Eerst even eten, chips. Ja, maar dan is het vast zo weer dood. Dan ga je maar slapen, of in bad. Ja, maar het is goed met Roos. Niet te tippen. Oep, doos. Huppa, niveau 3, en dat moest ik toch? 4, verdorie. Nou, gaan we even de rest met Peter doen. Dit is een... eten. Kijk, en Peter gaat gewoon lekker spaghetti eten, terwijl hun lekker chips zitten eten. Huppa, Peter. Peter kan dat goed, let maar op. Peter is meesterkok, hè? Hou zo meteen in de spiegel praten. Dag hoor. Ja. Kijk hem eens. Even naar kijken. Even naar kijken, even niks doen. Durf naar de pan kijken. En dan heb je spaghetti, zo doe je dat. Is nou steeds honger, je hebt dat... Oh nee, natuurlijk. Gods, wat is nou dom. Peter is een plant, hè. Die heeft geen mens eten nodig. Dus dat helpt helemaal niet. Gewoon zon. Voor buiten staan. Hallo, Valerie. Niet naar binnen gaan, Peter. Water en naar buiten. Water staat daar niet. Toch glazen. Gods. Jips. Oh, je moet even dat noemen, dat krijg ik. Ja, dan mag je die nog even opdrinken. Opruimen. Die edelstenen. En dan zet hij die op de grond, kijk, wat is dit? Ja. Oh jee, kan die ineens? Poef. Ja. Poef. Hallo, kan mij daar vandaan? Of kikkers? Dan moet je de kikkers verkopen. Goedemorgen, Donna. Wat doet ze nou? Plantwater geven. Snel als plant, of niet? Gods, ja. Oosten. Die kan je ook verkopen. Ik heb daar nog wel Engert aan. Marco. Ja. Oh, oh, zegt hij. Hoppa, die gaan we niet in weer opplaatsen. Openmaken. Zit erin, Peter? Hij heeft ook pijn. Treffer, oh wat leuk. Deze, 50 euro. Hoppa. Hij moet echt veel water drinken, man. Normaal zonlicht hadden we ook helpen, maar er is geen zon. Nee. Het verder hoor. Het gaat. Donna, als jij eens even. Een speciaal gerecht bereiden. Gek gummibeerpannen, hoe gek. Gek. Is het kind weer thuis? Ik zeg leven. Wat? Je hebt er ook niet zin in. Oh my. Die er is. Oelak. Ja. Roos had weinig zin in haar poging om met Mons onder het bed te communiceren. Volgens mij staat het er al een hele tijd maar goed. Soesel. Dat is echt een typische symmetrie. In bad, planten min. Min. Soesel. Roos had weinig succes. Ze zit erin te spelen in bad.
Stoor Donna niet. Spijt paard. Goed. Welke dag is het? Woensdag. Oh, dat is Peter Vrij. Jahoe. Hey, zegt Pie. Oh. Goed, genoeg in bad. Jij gaat water halen. Alweer. Je gaat naar buiten. Nu is de zon er weer. Wat een ellende zeg. Wat een ellende. Hallo. Een hoop mensen, zo gaat het eigenlijk gewoon constant door. En misschien bij de volgende episode zit ik in een nieuw huis toch voor een keer. Dag hoor. Dag hoor.